Profiteer van deze crisis, hoe gek het ook mag klinken. Maak het tot je vriend. Ga terug naar de tekentafel en zoek partnerschappen. Woorden van de econoom Sheride Mormon. Ze heeft gisteren een inleiding gehouden tijdens een conferentie voor ondernemers en mensen die willen ondernemen, georganiseerd door de Walden University. De titel van de conferentie was De Succesvolle Ondernemer. Volgens Mormon, die heeft gesproken over succesvol ondernemen tijdens een recessie, is het belangrijk dat je als ondernemer niet bij de pakken gaat neerzitten. Op welke manier je wat wel kan doen. Je hoofd in de grond steken en gewoon doorgaan met waar je bezig bent, dat helpt niet. Want je gaat alleen maar extra kosten maken. Als je door blijft draaien, airco's en alles gewoon door laat gaan, dan maak je eigen crisis gewoon erger. Maar blijf niet besluitloos aan de grond genageld zitten. Want dat is ook wat ze zeggen. Want een crisis in nacht, je bent flauw, doet pijn. En dat hebben ze ook al meegemaakt. Maar op dezelfde plaats zitten, dat werkt ook niet. Dus je moet er wat gaan doen en dan komen ze op de derde blok, op het tweede blok. En het tweede blok is, ga terug naar de tekentafel. He? Raak niet in paniek, but show some leadership. Laat zien dat je het anders kan. Je bent ondernemer. Ga terug naar de tekentafel en ga kijken van oké, waar is het fout? En die tekentafel bedoel ik, wat moet je ondernemen, voor wie en met welk resultaat? Wat wil ik eruit halen als ondernemer? Als je niet terug gaat naar je tekentafel, dan blijf je nog in die fase van gewoon niets doen. Besluiteloos blijven. En niemand komt naar je toe. Aldus Sheride Mormon, ze is econoom. Wani Boudou, directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank, NOB, heeft een inleiding gehouden over het financieringsbeleid van de bank. Volgens de bankier hebben haar vrienden haar voor gek verklaard toen ze in 2005 besloot om de bank over te nemen. Wat ga je doen in een zinkend schip, vroeg men haar. Dat instituut is voor de ontwikkeling van Suriname heel belangrijk, was mijn antwoord. En ik geloof erin. Ik heb er heel veel voor gevochten. Ik heb in 2005 een bank overgenomen met een negatieve eigen vermogen en 4 mensen, inclusief mijn persoon. Vandaag heb ik een bank dat vorig jaar eindelijk, en ik ben er trots op, en het was een heel klein beetje geld, maar we hebben winstbelasting gedaan. 19.000 En daar ben ik trots op. Nog 2 andere dingen. Hoe Amand sprak over productiviteit. Samenwerken is de clue. Kenneth, je weet het. Je was er bij het tweede project. Grafische werkgeversfederatie heeft samen ervoor gezorgd dat zowel de training van het personeel, de innovatie en de nieuwe technologie naar Suriname is gekomen. Saskia Walden van de Walden University was vol lof over deze eerste conferentie waar er handvatten zijn aangereikt aan de ondernemers. Het doel is om het welzijn van ondernemers te stimuleren door hun belangrijke informatie te verstrekken om succesvol te kunnen ondernemen. Walden wees erop dat indien je een idee ontwikkelt die niemand nog heeft, het niet betekent dat je gek bent, maar dat jij de ambitie hebt om een succesvolle ondernemer te worden. De conferentie is gisteren gehouden in de ballroom van de Walden University en dat is aan de Sido Dadi straat.